Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Het is vandaag zaterdag en hier is Belletje. En het is super lekker weer. En vandaag had ik geen, ik had wel een rijbroek. Alleen ik had niet heel veel zin om echt heel erg uitgebreid te gaan rijden. Dus ik dacht, ik ga lekker zonder zadel rijden. En ja. Je gaat wat doen dus. Ja, ik ga zonder zadel rijden. En mama met zadel. En misschien wilt ze wel na het rijden dus ook een stukje zonder zadel rijden. Het lijkt me wel heel erg gaaf om weer een keertje te zien. Nou, dat weet ik nog niet of ik dat ga doen. Vandaag was ook petjesnood. Ik weet niet wat ze met al die petjes doet, maar die verdwijnen uit mijn auto. Dus dat is niet zo fijn. Maar we hadden nog een boekbos gelukkig. Van de fanaccountdag was een meisje, die kon niet. Die had een weekendje weg. Dus ik moet nog even een tasje even afgeven aan haar. En dan ga ik rijden. Elisa die heeft al gepoetst. Ik hoef alleen zadel te doen. Ik zal het later vragen. We hadden wat andere dingen te doen. Ik doe wel eens. Oké, we hebben natuurlijk een fantastisch mooie frontriem, maar hij is heel makkelijk vervangbaar. Dus wat kon ik niet laten? Nog een frontriem. Tada! Mag jullie kiezen. Welke vind je mooier? Vind je ze allebei even mooi? Het een meer voor wedstrijd en het ander voor zomaar. Wat vind je ervan? Ik ga hem in ieder geval even opzetten en dan gaan we bij Vroom kijken. Zo. Er zit ook, dat hebben we die vorige niet gehad, nog een handig hoesje bij. Tada! Dus ik ben er blij mee. Komt het aangehobbeld zonder zadel? Ze moet sleutels wegleggen. Ik heb niet eens een rijbroek aan. Pok, dat waren sleutels. Nou, daar gaat ze weer. Hop, hop, hop. Ik sta er niks van hoor, jongens. Jullie misschien, maar ik echt helemaal niks. Ik moet filmen dat ze aankomt. Oh, ze wil ook nog draven. Op de stenen. Straks ligt ze ernaast. Dit was niet het beste idee, want je mag helemaal niet draven op de stenen. Straks lig je ernaast. Nee, niet. Oh, niet doen. Stoute Tessa. Gek kind. Oké, paard, kom eens hier even je hoofd in de frontriem laten zien. Inmiddels weet ik niet meer waarom je een frontriem nodig hebt. Maar dit is die met zwart en glimmertjes. Een soort dubbel ding, zo. En ze zijn zo makkelijk te wisselen dat ik gewoon die andere ook nog even opdoe. Kunnen jullie kiezen? Oh, even vol hoofd. Tadaa, met wapperende manen. Woehoe. Nou, ik kan niet kiezen, want ik vind deze ook nog steeds heel erg mooi. Het is gewoon dat het kan dat ik ze wissel. Hier is ze iets vriendelijker, denk ik al. Hij zit scheef. Dat mag niet. Zo. Nou, ik vind ze allebei mooi. Wat vinden jullie? Dat ik nog eens keuzestress zou hebben over een frontriem. Serieus. Maar ik heb er nu twee. Ik ben al jaren op zoek naar een frontriem. Ik vind ze allemaal lelijk. En nu heb ik ze die ik allemaal mooi vind. Ja, dan lijkt het natuurlijk omdat wij gesponsord worden door Montar. Alsof het daardoor komt. Misschien wel, weet ik niet. Maar je kunt het aan Christine Kim vragen. Ik heb elke ruitsportzaak doorgeploegd. Op zoek naar een frontriem die ik mooi vond. En altijd zei ik, nee, die hoef ik niet. Nee, dat is niet wat ik zoek. Nee, vind ik niet mooi. En waarom ik deze dan wel mooi vond, ik weet het niet. Ik ben gewoon een Montar-fan. Ook al worden we door gesponsord. Ik ben ook gewoon echt fan. Als we niet meer gesponsord zouden worden, zou ik het nog steeds dragen en kopen. Het is echt waar. Oh, Tess is aan het oefenen. Wacht even. Kijk, Tess is daar bezig. Op de pony te liggen en working equitation of zo. Ik weet niet precies waarom ze er zo op ligt. Maar omdat ik dan van hier naar daar kan. Oh. Niet zo ver naar achter op de rug, dat is niet fijn voor haar. Oké, nou, we gaan even rijden. Kom maar paard, wij lopen wel om. Nee, we kunnen die hier niet in. Paard, we moeten daarheen. Tess, zonder zadel rijdt, heeft ze 2 gangen. Stappen galop, dat was het. En er staat zoveel wind. Je kan ook draven, zegt ze. Ja, dat verstaan jullie niet, waarschijnlijk. Maar goed, ze gaat even laten zien dat ze kan draven. Show us the draf. Oh nee, de trot. Wat is dit? Ja, staan natuurlijk saampjes op de wei, gezellig. Oh, kom vroom. Kom maar YouTube paard. Mag ik zeggen dat je er niet... Oh, dat is beter. Tess, die komt 6 meter van die pony af. Ontspannen is! Niet met je sporen. Dat is galop. Ik zei het al, draf. Doet ze niet. Ja, nou is draf. Het is vandaag dinsdag. En ik ga lekker op buitenrit.
wel. En ik ben benieuwd hoe het gaat. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Waarom? Nou, kijk. Ik ben altijd braaf. Ja, wat is er nu dan anders dan anders? Ik weet het eigenlijk niet. Het is anders, omdat ik al een tijdje niet meer buitenrit ben geweest. Vorige week nog? Ik ben al een tijdje niet meer op buitenrit geweest. En dan is het toch lastig om dan weer op buitenrit te gaan. Omdat ik heb toch nog wel een beetje spannend ben. Ja, spannend. Oké, succes. Dankjewel. Kamer, moeders loopt erachteraan. Ik weet ook niet precies waarom het vandaag spannend is, maar het zal. Nou, spannend hoor jongens. Kijk eens hoe spannend. Nou ja, voor het idee dan. Ik weet dat niet. Heel spannend. Daar in de verte. Ze probeert met Verona het pad op te gaan. Dat vindt ze nog een klein beetje lastig. Mijn vakjes. Dus daar. En je kan het niet heel goed zien. Maar daar is mijn moeder. Ik kan wel even kijken of ik wat dichter. Want Verona doet het wel steeds beter. Alleen het kan nog wel beter. Je krijgt er nu tenminste al hierop. Er ligt daar ook een eend te slapen. Kijk, daar is de eend. Daar gaat de eend. Ik ben trots op ze dat ze al zo ver zijn gekomen. Trouwens, we zijn er bijna, alleen hier lijkt het veel verder dan in het echt. In het echt, dan ben je echt een meter verder eigenlijk. Zo, dus dan is mijn moeder daar. En ik ga nog niet te dichtbij komen, denk ik. Dat weet ik niet zeker. Dus ja, benieuwd hoe het verder gaat. Zo, tada! We zijn al een heel stuk verder gekomen. En... ja? Ik ben nu op buitenrit met Tessa en dit keer loopt Tessa... ja, dat horen ze niet, maar dit keer wel loopt Tessa ernaast. Ja, dit keer loop ik ernaast en mama is op het paard. Ik dacht, dat is ook wel een keertje leuk. Dus we zijn nu al een heel stuk verder gekomen. En nu moet ik doorlopen, omdat Verona zo hard gaat. Dus... Jee! Wat is aan het draven, jongens? Daar kan ik! Ja, loop je dan helemaal aan de andere kant? Mijn moeder is daar in vet aan het galopperen. Net ging Verona me ook al een beetje uitdagen van kom op, we gaan in galop. Ik ben helemaal kapot. Alleen maar tot ze in galop wouden. Dus waarschijnlijk word je me nu heel erg hijgen. Maar achter een galopperend paard aanrennen, dat is niet zo gemakkelijk als je denkt. Kijk, ik moet heel op die weg is mijn moeder in galop gegaan. En nu moet ik dus gaan lopen. Als moet mijn moeder in haar eentje. En Verona heeft een beetje, volgens mij, het gevoel dat ik haar help door de wegen heen. Ik help om haar... dan gaat de scooter heel hard. Loop, schrik me gewoon een beetje. Maar dat ik haar help over de wegen te gaan, dat vindt ze volgens mij best wel fijn. Dus
Mijn moeder is denk ik daar nu op mij aan het wachten. Dus ik ga zo even een stukje rennen. En ik heb maar 50 calorieën verbrand of zo. En ik heb 1 kilometer gelopen van waarschijnlijk een half kilometer gerend. Maar dat maakt niet uit. Ja, ik stop en Vrona zei go en het ging niet helemaal lekker. Dus we zaten bij een okser, stonden we er gewoon een soort van tegenaan. Gingen we overheen, alsof we over een waterbak heen gingen. Toen verloor ik ook mijn beugels en ik bleef zitten. Ik vond dat het heel goed ging, want dit keer het parcours hoefde ik geen volzet te draaien. Omdat ik haar beter onder controle had dan de vorige keren. Dus dat vond ik erg prettig. Tot morgen! Het vrijdag vandaag. Ik ga met Tess even proberen naar buiten gaan. Of dat gaat lukken, dat is natuurlijk altijd maar weer de vraag. Vrona is daar nou eenmaal niet de makkelijkste in. Ik heb vandaag aan, mijn Monter joppers. Eigenlijk vind ik het zonde om ermee te rijden. Maar ja, het is nog meer zonde om ze in de kast te laten liggen. Ik heb één broek die dat kan, joppers. Het zal vast een speciale naam hebben, maar ze noemen het mijn cowboybroek. Ik vind hem heel gaaf natuurlijk. Maar ik zal het even laten zien. Tadaa! Is mijn cowboybroek. En nu ga ik dus met mijn cowboybroek en mijn montarjoppers ga ik proberen een buitenrit te maken met Tess. Wat ik zeg, eigenlijk vind ik het doodzonde. Ja, het is nog meer zonde om ze niet te dragen. Dus dat gaan we natuurlijk wel doen. Ja, op zadelen. Vandaag zijn we op buitenrit met Eve. En dit is Eve, de allereerste echte officiële buitenrit die iets meer is dan alleen stappen. Ja, en Bel die doet altijd... Normaal is Bel heel braaf, vandaag wat minder. Nee hoor, Bel schrok even ergens van. Ja, ik denk niet dat ze daarvan schrok, volgens mij gebeurde er iets in het riet. Nou, Vrona die had het erg zwaar om het terrein af te komen, maar het is uiteindelijk gelukt. En omdat het even de eerste echte buitenrit is, zonder mama en papa en andere mensen die er begeleiden, doen we lekker rustig aan vandaag. Want het is nooit fijn om gelijk in volle galop vandoor te gaan. Sowieso nooit een heel slim plan als je niet weet waar je bent. En dat zijn dingen, dan moet je gewoon even leren, want je moet natuurlijk wel beheerst kunnen rijden. Volle galop hebben we nu al een paar keer met Tess gedaan, maar die moest ook eerst aan de pony wennen. En toen dat eenmaal goed ging, toen kon het niet hard genoeg, geloof ik, hè? Ik moest je een keertje tegen me aangebonden. Oh ja, ook nog. Ja, dat was op buitenrit naar... dat weet ik nog wel, maar toen gingen we niet heel hard. Nou, toen kon je op dat moment niet zo aardig meer. Ja, maar daar kon ik niet zoveel aan doen. Ja, dat is waar. Maar in Apeldoorn is het de enige keer dat we echt heel hard gegaan zijn. Dat is echt heel hard. Maar hier moet je dat gewoon langs de weg en zo allemaal helemaal niet doen. Want als je pony schrikt, of je paard, en deze schrikt wel eens soms, dan is dat gewoon niet zo prettig. Dus dan is het handiger om gewoon even rustig aan te genieten van de natuur. En dat hard rijden, dat komt nog wel een keer. Wat zegt u, mevrouw? Nee, dat verstaan we allemaal niet. De camera, de microfoon is hier. Ja, het gaat er ook doorheen volgens mij.
Nou, ze hebben hier gewoon zooibomen geplant. En we hebben leuke bloemetjes. Nou, dit is toch lekker, jongens. Ja. Het is gewoon genieten zo. Wow, hiermee kun je echt goed mijn ogen zien. Nou ja, het was een superleuke buitenrit. Het ging ook echt heel erg goed. En ja, ik ben super trots op ze alle drie. Dat ze het gewoon hebben gedaan over de onbekende brug. We zijn naar een wielrenbaan geweest, naar een ijsbaan. Ik weet het allemaal niet meer. En bah, ik ben gewoon heel blij. We hadden wel nog een beetje rustig aangedaan, omdat dit voor ons weer een van de eerste keren is om weer op buitenrit te gaan. Dus dan doen we lekker rustig aan. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Vind je belletje heel fijn. Tot de volgende keer. Doei doeg!